Americano kenden zijn kinderen uit een gezin waar uiteindelijk onze sociale commissie beslist heeft om daar een Pelicano kind van te maken. Dus bij de aanvragen voor hulp voor kinderen, die komen binnen via de scholen, via de OCME's, die komen binnen via de website of via mail of per brief. En dit komt voor een sociale commissie die wekelijks samenzit en die daar wekelijks de beslissing over neemt. Daar is het een ja of een nee. Door het feit dat onze middelen schaars zijn en de advies beperkt zijn, kunnen wij niet anders dan alleen de meest schrijnende gevallen weerhouden. Nee. Dit betekent dat als wij gaan voor het statuut van Pelicano kind, dat de stichting Pelicano het engagement aangaat om voor die kinderen alles te betalen, van de pampers tot als ze op de arbeidsmarkt komen. Maar alles. Op de arbeidsmarkt komen, dat betekent dat wij al doen wat we kunnen, dat die kinderen minstens een waardevol einddiploma behalen, of een valideerd einddiploma. Zodat ze met hun twee voeten in de realiteit, met hun twee voeten in het beroepsleven kunnen komen en dat ze definitief voor de rest van hun leven uit die armoedespiraal raken.